Wacht. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Tera. En in Tera gaan we weer op pad. Hallo, we zijn met Roy weer. De dikke Roy en de dikke Gio. Roy de dikke poes. En de dikke poes en de dikke hond. En na het intro gaan we verder met dit avontuur. Oké, people, let's go to work. Ja, nodig maar uit in de party dan. Ja, ik wil van dansen voor je. Ja, dat hoeft niet. Dan niet. Lelijke dans. Ik denk, ik vraag je of het een dans is, maar. Ik ben schattiger. Oh, all to respond. Dat geluid ook. Ja, ik zit erin. Oké. Oh, je natuurlijk gelijk Robby weer aanvallen. Ik heb twee quests hier. Rest, guide. Recharge. Ja, ik waarschijnlijk al geaccepteerd dan. Nee, doe maar niet. Ik weet niet of het staat van recharge it. Ja, die moet je wel even doen. Ja? Oké. Okay. Ik had trouwens gelezen. 50 XP. Oh, waar de game op gebaseerd is. Oh. En ja, dat is? Op teriyaki. Lekker. An auspicious visit. We honor each other. Heeft er iemand een drumstel? Ik weet niet of dat een grap was, maar ik moet gewoon... Ik weet het ook niet. Nee, echt waar. Ik heb gelezen op internet, want ik wou weten waar de naam Tera vandaan kwam. Maar ik kom echt serieus van het voedsel Terayaki. Wat is dat dan voor iets? Ja, Chinees spul of zo. Chinees voedsel. Okay. Waar moeten we eigenlijk heen? Want ik zie hier een uitroepteken. Hey, hier is nog iemand. Ik zie nog iemand. Ja, what shall be seeing? 100 XP. Weer een reward? Of nee, ik heb een quest geaccepteerd. Ups. Let's make memories together. Dat klinkt heel raar. Ja, vorige keer, ik heb rechts allemaal questen. Primer ja. Ore. Use an onslaught charm to receive benefits. Ja, die heb ik ook. Oké. Okay. En wat is een onslaught charm? Dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. Staat het niet onderin? Dat zou zomaar kunnen. Een onslaught... Even kijken. Even kijken of er eentje bij staat. Speed potion, combo attack. Ik zie hem er niet bij staan. Ik ook niet. Ik denk dat wij gewoon lekker moeten spelen. Ik zie hier wel een mokrok. Die staat hier wel. Oh, ja. Kijk. Oh. Zullen we hem hakken? Hoe doe je dat? Okay. Het F kan je ja. Omhakken. Oh ja, oké nou. Je ziet hem een duik rolmaken. Ja. Ja, joh. Oh, ik heb ze. Ik heb een oor, ja. Wat ik schattig. Heb er twee nu. Ik ook. Leuk, en dan joh. Kan ik ook niks meer doen. Nee, nu moet je met deze praten hier. Oh, nu moet je weer met haar. Hey, anders moet je even met haar praten. Hey, maar misschien moet je gewoon even met haar gaan praten, Roy. Ja, maar ik heb net met haar gepraat. Quest complete, het staat gewoon tegenover. Als je haar gewoon een hakbel geeft, kan ze het gewoon zelf doen, toch? Echt, hè? Echt, moet jij dit doen? Ja, maar dat is een lui voor, hè? Ouwe, een vrouw is dat. Ja, één recht. Oké. Aanrecht. Wat wil je nou doen? Wat een weg. Een knuffel, gaan vechten, kom. Een stinkkat. Het is een knuffel, geen knuffelspel. Dat hij met staat hier echt gewoon met zwaarden en dan gaat Roy lekker lopen knuffelen. Doe normaal of zo. Wat ben je mee bezig? Zullen wij weer naar voren gaan? Of wij vorige keer kom, ook we lopen gewoon door. Ja. Je spamt ook echt iemand een piemel. Maar je ziet wel een Jorhon, hè? Een Jorhon. Zie ik staan. Wacht, laten we eerst naartoe gaan. Dat is een quest. Op die map drukken anders. Ja, en dan zie je daar een... symbooltje. Oh, wacht, ik zie wat, ja. Ja, hè? Ik ben gewoon achter jullie, eigenlijk. We moeten hier zo naar links. Ja, hé, hey, anders gaan we hier naar links. Hé, hey, man. Hé, hey, wel op het pad blijven, hè? Nee. Bad boy? Ja, niet op het gras lopen. Nee, Ho, bad dog. Ga nou weg met die pokkenpijlen boven van je. Bad dog, Snoop Dogg. Snoop Dogg. Naughty dog. Naughty dog. Wat aan mij. Oh, ik krijg hier staat iemand. En we hebben nog even verstand van de uitgever van de game. Het is geen Naughty Dog. Oh shit, hij heeft toch ook gelijk drie questen. Hoeveel? Drie. Bumps away. Report to Kirara voor training in explosives. Ik doe ze gewoon allemaal. Ja, ik heb ze ook allemaal, maar ik zie de vraagteken al gelijk staan. Ja, maar er is hier achter ook weer gelijk eentje. Oké. Ja, hier is een meisje. Zo. Zullen we het eerst dichtbijzijnde doen? Ja, ik zie hier al een vraagteken, zo, die kant. Oh, daar is ook een uitroepteken. Ja, die hebben we net gehad. Ja, oké. Okay. Oh, daar loopt hij. Daar de vraagteken. Oh, daar, hier beneden. Ja. Hij is zeker weer te laag om zelf even van die berg af te lopen. Ik denk het ook. Bombs away.
Let's do it. Oh jee. Wat gaan we doen? Training dummy. Throw your bumps from your inventory to the dummies. Waar zie je dummies staan? Waar zijn die dummies? Hier. Oh, we moeten op Rowie gooien, denk ik. Wat moet ik doen? Ja, je staat in je inventory. Moet je iets pakken? Ja, je hebt bommen gekregen. Oh, je moet rechter muisknop erop doen. En dan? Wow! Oh, hoe deed je dat nou? Want ik wil dat ook doen. Fucking fun. Rechter muisknop op die dingen in je inventory. Wow! Oh, wat is ziek gedaan, joh. Mag ik ga hem gewoon even in elkaar trappen. Die. Wow. Oh, dat kan niet. Jammer. Oh, wat een party game, joh. Vet hoor. Wauw. Ik ga hem inleveren. Ja. Dit zijn gewoon de uitleg van de game, denk ik. Report back to Joram. Oké. Okay. Nou, moeten we naar die vent toe, daar op de berg. Hier is ook een vraagteken. Ja, gaan we daar doen. Hier zo beneden. Gaan we even inleveren. Nee, anders gaan we hem even inleveren. Oh, dan gaan we eerst inleveren. Oh shit. We hebben in ieder geval... Oh, we krijgen één bom en 300 XP. Yay! Quest complete, you achieve, boom. Give me a sec. Boom. Boom, boom, boom. Oh, jullie nou? Yay! We hebben level up. Dat is van het... Oh, je krijgt 1500 XP voor die quest. Wow, damn. Ik denk dat het nou echt serieus shit wordt. Yeah. Ik kom eraan. Nou, mensen, voor de mensen die het nog niet weten, je kan natuurlijk dit spel ook met ons spelen. Let erop, Terra staat ook niet alleen voor Terra, Tiramisu, maar ook voor... Net was het toch Teriyaki, ja, van de liar. Ja, Tiramisu is ja, een zonde. Van die dingen. En het staat natuurlijk ook voor Terabyte. Dus, de game is namelijk 50 gig. Dus geloof me, het duurt eventjes voordat je hem binnen hebt. Maar daar heb je ook wat, want het ziet er prachtig uit. Het is leuk. En als je met rare mensen speelt, zoals Gio en Roey, dan is het nog leuker. Knuffel! Ja, ga weg met die knuffel van je. Kom, naar die vraag toe. Maar is er nog een vraag? Waar stond het nou voor, zei je? Tiramisu. Nee, die andere. Nee, Teriyaki. En Terabyte. Moet je nou? Wat? Ik hoorde het niet. Ja, dat is pech. Ja, ik doe wel. Heel zachtjes. Waar zijn jullie? Ik ben jullie kwijt. Bij de K van wijd. Kwijt. Drie eit. Kwijt. Oh, hier moet je wat inleveren. Oh, je bent level up. Ja, weet ik. Ik probeer het tussendoor. Oh, Lucien is helemaal daar. Kijk hoe shun, joh. Tussendoor te doen? Ja, joh. Ja, ik ben level up en zo. Wacht even. Gefeliciteerd. Wacht even hoor. Ik ben... Dit betekent ook Terabyte. Zo, we moeten gewoon bij de hand hebben die. Maar dat was niet de echte bedoemd. Wat is dan de bedoemd? Er is geen echte bedoemd. De bedoemd. Nee, iedereen is verschillend, Roy. De ene is dat en de andere... We moeten naar de andere kant van de map. Daar staat nog een vraagteken. Wacht even op Gio. Waar is ja, ik Gio ben, dan? Ik ben bij jullie hoor. Ik loop achter je. Kom op dan, Gio. Wacht op mee. Wacht op mee. Kijk hem lopen ook. Kijk hem lopen. Rennen, Gio. Kijk dan dat dingetje. Ja, ik haal je zo in, jij. Kijk hoe ze lopen dan. Prachtig, dikke buik ook zo. Helemaal Dan. Oh, fucking mooi dit, joh. Echt, hè? Roby, niet achter je kijken. Misschien een beetje de muziek. Niet achter je kijken, Roby. Nou, Roby, ik hoor duidelijk muziek in de game, hoor. Hoor, ja? Heb jij geen muziek aan? Voor mij heb je geen muziek aan. Ik mis een... Jawel, ik hoor een heerlijk liedje. Uitgezet. Ik hoor een heerlijk liedje. Ik heb Roby ingehaald. Ja! Dank je! Rennen, Roby, rennen! Waar zit u er dan? Achter je. Oh, daar. Ja, ik zie het. Echt een rijtje, dit. Ja. Wat is het allemaal? Hier staan allemaal uitroeptekens naast ons. Oh, zullen we eens kijken? Ik denk dat we die beesten moeten afslachten ofzo. Oh. Ik denk het ook, ja. Moeten we die met bommen doen? Geen idee. Ja, stolen equipment. 2 van de 5. Baas, jongen. Wow, ja. En wat is dan die vraagteken verderop? Ik ga eens kijken of daar wat is dan. Wat zijn die dingen weer? Hoeveel hebben jullie er al? 3 van de 5. 5 hebben. Ja. Okay. Oh, hier staat iemand. I take the high road. Look out for the vines. Detector stone. Find the detector stone below the rocky. Jullie? Ja, ik ben iets verder gelopen, maar jullie. Ik wacht daar op jullie. Ja. Even kijken, wat wou die gast? De detection stone. Oké. Okay. Een detection stone moeten we daar gaan zoeken. Geen idee waar je heen bent. Echt hè? Ik ben nog de Gio aan. Bij die vraagteken ben ik.
Ja, ik ben even die beesten nog aan het afslachten hier. Ik kom eraan. Ja, ik ga er ook naartoe. Vijf van de vijf. Kijk eens. Oh ja. Hier. Kan ik niet op M zien waar jullie zijn dan? We zijn een stukje verderop. Oh, loop maar eens aan die vraagteken toe dan. Zie je die ik zie jou op mijn map. Oh hier, ja, daar. Dan loop ik ja, ik zie je daar lopen. Oké. Okay. Oh, Dikkie, Barbie. Barbie, Dikkie. Is die hier boven een vraagteken? Ja, daarboven, verderop. Moet je op M kijken. Oh, je moet via hier naar boven, oké. Ik heb... Zo, Vortex Slash. Ik ren hartstikke traag. Ja, maar Roy, je buik is gewoon te dik om snel te lopen. Nee! Ja! We zijn allemaal even dik. Nee. Hit Detector Stone. Nee. Je moet iets zoeken. Hoe moet je hier omhoog dan? Nee, hier zo. Vincent. Waar ik ben nu hier? Je ziet een vraagteken maar... op de M. Ja, maar hoe kom je daar? Nou, gewoon die berg oplopen hier. Waar? Ja, ga nog eens teruglopen, want jullie liepen me niet achterna, zeg maar. Ik weet niet waar jullie heen gingen. Ja, hier. Kom eens. Hier ben ik, ik spreek. Ja, ik zie hem. Ja, nou, hier heb je gewoon een ding, hoor. Oh, is daar. God, kijk op de M, ja, apen. Ja, maar daar renden we toch heen? Nee, je rende door. En dan moet je even met die man praten of iets. Maar die heeft iets. Ik weet niet wat die heeft. Aids? Nee. Nee, hij heeft geen aids. Je moet iets doen, maar kan je niet kijken op de Q of zo? Hoe doe je dat? We moeten sowieso wel naar de andere kant nog, hè? Ja, klopt. Aan de andere kant staat weer zo'n sterretje. Maar hier stond, zeg maar. Hij zei iets over vines. Hier, oh, hier is een vines. Kijk of ik daar kan klimmen. Wacht even, dit is een vines hier. Hij zei iets, dat we weten dat we daar op moeten. Kijk. Kan je daarop klimmen? Kan je omhoog klimmen? Even climb. Oh. Oh my god. Nee, joh. Oh, wat leuk. Kijk maar klimmen. Ah, leuk. Oh, Robby, oh, shit. Ik wacht er je aan. Oh, lekker mee reet. Lekker mee, ik kom er door zicht. Robby, het zo, ja. Oeh. Guifende. Oeh, Robby. Oeh. Nou, die kruipt helemaal in. Dus de human centipede, zie je het? Zo. Hoi, zo. Ik kom er ook bij. Wat doen we? Wat doen we? Kijk dan. Wat doen we? Lekker groeien. Ja. Jezus, voor een plantje moeten we hier naar boven. Oh, serieus? Kijk nou, dat moet je plukken, joh. Ik vind het zo leuk gedaan, joh. Plukkie die? Kijk okay. Me dansen, kijk me dansen. We moeten weer naar beneden, denk ik. Ik zie gewoon te dansen. Doe ik het wacht op mij. Ja? Wacht. Doei, Roy. Nee. Hoe ga je weer terug dan? €10 als je naar beneden springt. Ja. Ik doe het niet. Overleef je dat? Ben je levend? Overleef je dat? Nee, ze is dood. Oh, huh? Nee, ik heb nu allemaal rood om me heen. Ja, ik wil klimmen, want je kijkt uit. Nee, ik moet klimmen. Hoe doe je dit? Ik weet niet hoe ik het doe. Oké, nou is het rode weg. Ik leef nog. Waar zijn jullie? Oh, ik leef nog. Oh, nee. Waar ben je, joh? Ik heb nog 1 HP over. Echt, hè? Nou, zo moeten we nou heen dan? Oh my god. Naar die man weer denk, omdat we het hebben geplukt. Staat hij hier niet? Detector Stone. Oh, hij zegt niks. Nou, je moet je map volgen, denk ik weer. Oh, anders volg je de map. Hé, maar misschien volg je gewoon even de map. Ik ben bijna dood. We hebben hier al, ja, ik ook. We hadden wel maar een plantje. Wow. Dat is waar, we hebben een hele mooie bloem. Dat is wel een van de spannendste afleveringen die we hebben gemaakt op Terra, joh. Echt, hè? Dan stap pas aflevering 2. We vallen gelijk van een berg af. Ik ben gelijk weer dood. Roy's ding opvolgen. Ik dacht, ik spring op die andere berg. Dan kan ik laagje voor laagje kan ik overstappen. Ja, nou, dat was niet gelukt volgens mij. Nee. Hé, maar ik kan je wel vertellen dat dat niet was gelukt. Hé, maar volgens mij was dat niet zo goed gelukt. Hey, er zijn 2 bolletjes en 1 beweegt ja, op de map. Klopt. Waarom beweegt die ene dan? Loopt die of zo? Die loopt of zo? Hier is er weer een. Wat een teleut. Ja, dat kant. Oh, hier zo. Charis. Quest complete. Zo, kijk hoeveel XP. Alleen maar voor te klimmen? Of was dat niet die? Jawel. Oh, ik ben gelijk ook weer om. Om mijn HP terug. Ja? Ja. Wat heb je level nou, waarschijnlijk? Ik heb een moment. Oh, je hebt bij mij ook. Die quest praten. Completed. A clue in the dark. Oh, die is wel rood aangeven, die quest, hè?
Ik denk dat hij een beetje te hoog voor hoog level is, hè? Ja, of low level, dat kan ook. Maar hier staat nog eentje, Clue in the Dark. On my way. Clue in the Dark. Clue. Zie jij die ook clue. Staan? Clue. We kunnen nog beter die andere doen, hè? Use an onslaught charm to receive benefits. Wait until your stamina is 100%. Maar ik weet niet hoe die werkt. Onslaught. Hoe je die moet doen. Maar ik weet in ieder geval dat je voor die andere hier naar beneden moet lopen. Oké, doen we dat. Oh, daar is er nog één. Voor mij. Oh ja, een uitroeptekentje. Die schil. Ik denk dat die rode dat die nog niet voor ons level zijn. Denk ja, ik. Of die zijn juist voor low level. Dat kan ook, hè? Ik weet het niet. Maar anders konden we hem toch niet accepteren, neem ik aan. Ja, maar dat heb je ook bij World of Warcraft. Dan kan je zeg maar wat grotere, wat moedigere quests kan je wel accepteren. Maar die zijn wel voor je level niet helemaal de bedoeling. Dus dat is wel een beetje pittig, zeg maar. Oh shit, we moeten deze beesten killen. Mariner out of the Mudman, hebben die ook geaccepteerd? Ja. Ja, we moeten die beesten hier killen, die grote. Tikkies. Oh, leuk joh. We er 5 van killen. En deze grote... Wauw, je vecht echt tegen grote beesten, hè? Echt niet normaal. Ik durf... Oh, alleen maar klikken. Echt, Ik heb ook geen stamina of zo. Meester, hoe kan je ook op die bars klikken? Wat is dat stamina dan precies? De blauwe balk. Je, zeg maar wat je verkrachtingen kan gebruiken. Oh ja, dat hebben we toch wel. Hier, spacebar stond er. Krijg je speciale kracht. Soms staat er van druk op spacebar. En dan heb je een speciale kracht die je kan geven. Hier, spacebar. En dan spacebar, 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 spacebar. Spacebar, spacebar, spacebar. Your name. Dat best sterk die aapjes hoor. Hebben we af. We hebben er 1 van de 2 af nu. Ja, klopt. Nu moeten we die dikke beesten nog hebben. Welke zijn dat dan? Want ik zie heel veel dikke beesten hier. Er zijn een paar dikke beesten die lijken een beetje op Rowie. Mana crystals. Spoorwalker, bedoel je die? Ja. Ja. Hi. I'm never gonna fall. Oké, 3 van de 5. Enough. I need it. Hier. Maar kon ik ook weer, met welke knop kon ik ook weer dingen inklikken? In mijn inventory? Met welke knop was het ook weer? I. Oh ja. Kijk, want dan kan ik dingen kan ik misschien aanklikken. Want hier ben ik dan voor een paar minuten. Die blijven dan aangeklikt. Weet je nog? Oh ja. Welke waren dat ook weer? Instant, 30 minuten. En deze, 1 hour. Kijk, dan is... ik weet niet wat kunnen het doet. Er weer 2 completen trouwens. Ja, ik wil nog eentje vermoorden. Zo, die beesten zijn best wel sterk. Nou, ze zijn ook sterk. We staan. Tegelijk gespaard door Rowie de neus aan. Bloedig spel ook, hè? Ja. Er ligt allemaal bloed op de grond ook, uit die rare pusmonsters. Kan kijk. Lekker zijn af en toe. Ja. Oké. Oké, waar zijn jullie? Zijn jullie al inleveren? Ja, wij staan bij de trap te wachten. Oké, ik ga eventjes deze inleveren. Voor de Federation. Sorry, ga weg. Best mijn uitzicht, ga weg. Celebration time, come on! Ik heb trouwens wel nieuwe spullen gekregen, die wou ik eigenlijk maar voor omdoen eerst. Oh, we hebben nieuwe spullen? Ja, ja, we hebben nieuwe boots. Voor level 7 of hoger. Ja, ik ben level 6 dus. Hey, voor level 7 of hoger. Shh. En een nieuw ding, hé? Nee, een nieuw pakje. Nee, die doet het niet. Onslaught charm. Use the charm, needs a campfire, give a random attack. En daar moet je die beesten mee doden. Waar? Wat? Ja, staat daar. In een geel briefje, ja. Campfire. Ik heb een charm near campfire. Moet ik een campfire niet maken dan eerst? Ik ga gewoon eens proberen. Ik ga daar die campfire eens proberen hoor ook. Die campfire die is hier. Ja, die is hier bij mij. Waar ben je? Ik ben naar boven gelopen op de trap en dan gelijk naar rechts. Zie je op het blauwe puntje, Roy, in je radar. Oh ja. Maar je moet onslaught proberen ofzo. Ja. Oh ja. Doet hij het? Ja. Je moet de rechtermuisknop op doen. Je succesvolle use onslaught charm. Nog eentje toch? Hoeveel moet je dat doen? Je hoeft er maar 1 keer te doen. Echt? Ja. Hoeveel moet je? F to interact with me then. Oh ja, dan moet je hem gelijk accepteren. Oké, mooi. Dan moeten we weer naar een rood vraagteken toe. Oh jee, nou we kunnen die quest er makkelijk aan. We hadden net al een quest gedaan, die ging makkelijk. Oh, die is hier goed. Helemaal rechtdoor lopen. Waar ben jij? Ik sta nog steeds hier. Sta je nog steeds in de stellage? Kijk waar die is. Waar ben je? Waar ben je?
Ik weet niet waar we heen moeten. Ik sta naast je. Ja, oké, okay, tof. En op de M. Moeten we hier naar beneden? Ja, ik denk dat we hier naar beneden moeten. Want maar volgens mij moeten we even hier naar beneden. Nu de goede kant op gaan. Ik ben de eerder. Ik pak even de geld op daar, want die heeft iemand laten... Huppakee, 35. Hey, anders pak je gewoon even de geld op daar. Ja, hey, maar... Ik denk dat iemand die heeft laten liggen, namelijk. Ik denk het ook, ja. Maar ik heb hem gewoon opgepakt. Oké. Okay. Wat moeten we hier doen dan? Hier ergens staat zo'n... Oh, daar, ze staan daar bij die... daar zo zie ik op. Een... Sakai? Hij is in de muil, kom aan! Een wat? Oh ja, daar. Een bijtje. Een bijtje. Glow in the dark, thanks for your help. Hatspa! Report to Linder at the tower base. Oké, dan moeten we weer terug. Oh, de hele tijd heen en weer lopen. Wacht even op mij, wacht even op mij. Is dit niet de postbode simulator dit? Ja, echt hè? Dit is een nieuw game, jongens. Nou, Roy, wachten. Mailman simulator. Ja. Heb je opgemaakt gelijk? Ik leek. Ja, maar leek. Je kan met de scroll uitzoomen, Roy. Dan heb je een heel mooi overzicht. Ja, dat weet ik. Dat heb ik. Mooi, hè? Ja, ik vind het prachtig. Ja, leuk, joh. Dames en heren, nogmaals, wil je deze game spelen, kan dat onderin de beschrijving, staat een linkje. En de game is zeker weten een beetje te groot, namelijk bijna rond de 40, 50 gigabyte. En dat is best wel bijzonder groot voor een game. Maar dat zie je ook wel terug in de graphics. In de... Ik denk dat dit wel uren gameplay bevat als ik het zo ziet. Ja, heel veel. Echt heel veel. Als je het weer moet vergelijken met spellen als World of Warcraft, heeft het toch wel een... Ja, verbeterde dingetjes, zoals het combat, vind ik wel heel goed gedaan. Ja, combat is heel vet in deze game. Echt heel goed, ik heb dit eigenlijk nog nooit zo echt realistisch gezien. Wel bij Perfect World, maar dat weet ik niet zeker, dat is ook een RPG game. Vroeger ook gespeeld, nerd. Nerd. Ik heb Tell Speak to Councilil. Councilil. Die staat in het midden, die staat denk ik hier. Ja, die staat in midden, die loopt achter. Nou, sorry hoor. Je moet gewoon doorhuppelen. Ja, nee, ik moet de kijkers laten lezen wat ik doe. Aap. Report to Adria. Hey, ik ben level 7. Oh, kijk, wat heb ik aan? Oh Nu kan ik nu zijn we level 7, klopt. Ik ook. Ga gelijk die dingen aan doen. Shit. Ja, joh. Dat is nice. Ik heb ze voor mij aan, maar dan moet ik wel die andere dingen verkopen. Hé, hey, maar... Oh, ik heb een nieuw pakje en nieuw wapen. Ja, was ja kijk dan. Aan. Waarschijnlijk wel. Laat zien. Ja hoor. Oh, jullie hebben dezelfde onderbroek en zo. Onderbroek? Het is geen onderbroek. Dat is mijn eerlijke string. Lekker. Lekker strak. Lekker strak. Kunnen we even die dingen verkopen? Die andere dingen die we hebben? Ja, dan moeten we even een shop zoeken. Ja, is goed. Hier beneden? Ja, hier denk ik. Hier zal een shop zijn. Hey, ik denk dat hier een shop zal zijn. Denk je dat? Ja, ik denk het wel. Oh my god, er zit iemand maar dan op hier beneden, denk ik. Zie je het voor je, een poes op een paardje. Je zou nooit op elkaar een paard kunnen kopen, Roy. Jammer dit. Roy te arm voor. Oh ja, hier aan beneden. Kom, maar een mootje. Ik denk dat wij hierna de video gaan afsluiten als we... Oh, hij liep even vast. Jij ook? Dus schoven denk ik allemaal mensen op de grond heen. Ja joh, waar kan je het kopen niks. Denk je? Ja, weet ik niet, ik wil aan kijken. Banker ik denk hier ergens. Is hier niemand? Dit lijkt op zo'n shop. Specialty zeg maar. Store. Ja, gewoon een waar? Store. Ik denk dat iedereen wel verkoopt hoor. Maar je moet gewoon even proberen. Oh, je kan ook gewoon overal verkopen, ja. Ja? Ja. Ook bij haar? Ja, de store, ja tuurlijk. Specialty store en dan kan je dingen verkopen zoals hier mijn oude. Je krijgt er niet zoveel voor, maar ja, dat is wel opgeruimd, weet je wel. Hier, mijn oude wapens. En wat zie ik nou, wat ik nou wel heb? Wat ben je aan het doen? Wat doe ik dan? Nee, G was aan het klappen of zo. Oh, ik ben gewoon die dingen aan het verkopen hoor. Ga weg. Oh ja, je doet zwaaien. Je moet niet klappen. Je zit te zwaaien of zo. Ik zie het. Ik zou zoals niet jou zwaaien. Dat ben ik niet eens. Wie is dat? Oh, ik moest op zo klikken. Dat is Mootje. Wat doet hij dan? Kent hij ons? Want hij... Misschien? Chatje. Hoe moet je chatten? Enter. Slash. Oh ja. En dan Hoi. Hoi. Ik weet niet wie het is. Oké, ik heb mijn dingen verkocht. Ik kijk jullie video. Oh, leuk! Echt? Ja! Is dat iemand van Ja. Serieus? Ja, hij kent ons. Ja?
Ja. Hij fluisterde net onder armen, zag ik. Maar joh, ik ook een boel meer. Oh, nou, dames en heren, iemand heeft hier ook een biertje gekozen. En die heeft dus blijkbaar een video, die heeft meegespeeld in de video van ons. Of die heeft de video gezien en die speelt gewoon mee. Ik zal liken. Oh, kijk, hij lijkt op me. Holy shit, hij heeft een paard. Hij was die gein op een paard. Oh, hij kan wel op een paard, waarom kan ik dan niet hij op een paard? Hij is level 14, Roy, hij is level 14. Oh. Kijk eens, en hij is een brave poes. Dat is een hond. Oké, hij lijkt op mij. Bedankt voor het kijken. En in de volgende video gaan we zeker een leuk avontuurtje beleven weer. Bedankt voor het meespelen, Roby en Jill. En tot de volgende keer. Doei! Zo. Zijn je poezen streken, Roby?